Is het werk van een privérechercheur eigenlijk niet gewoon werk dat door de politie gedaan moet worden? Nou, in strafzaken kan ik me dat zeker voorstellen. In zo'n echtscheidingszaak ligt dat misschien weer anders. Wat je wel ziet is dat de politie niet altijd de capaciteit heeft om alles op te pakken. En als er dan voorwerk is verricht door een recherchebureau, kunnen ze het vanaf dat moment oppakken en alsnog verder rechercheren. Zeker in strafzaken ligt het zeker voor de hand om dat door de politie te laten doen. Maar een recherchebureau kan een goede opmaat zijn. Dus wat Feyenoord zegt, dit zijn zaken die niet geprivatiseerd moeten worden. U kijkt daar dan toch wat anders tegen? Ik kijk er iets genuanceerder tegen aan. Maar het is wel zo dat een procesverbaal van de politie natuurlijk met meer waarborgen omkleed is dan een rechercherapport. Dus ik zou daar wel terughoudend in zijn. Ik denk in eerste instantie dat opsporingsonderzoek bij de politie thuis hoort. En daar zouden we op moeten inzetten. Alleen soms is dat kennelijk toch lastig. En dan is zo'n privérechercheur een toegevoegde waarde? Dan zou dat in ieder geval voor het start van het onderzoek zeker van toegevoegde waarde zijn, ja.